Ja, het is met name natuurlijk de combinatie van zonnepanelen en dynamische energie is de vraag van, is het dan nog interessant? En je ziet vaak dat tussen de middag, als de zon het hoogst is, dat de stroomprijzen dan ook goedkoop zijn. Dus dan is het interessant als je zelf je eigen stroom kunt verbruiken. Kun je dat niet, dan is het de vraag van, is het dan nog wel rendabel? Dus als je terugleeft en niet zelf gebruikt, betaal je ook het tarief wat de inkooptarief van de stroom op dat moment is. Dus als dat tussen de middag 5 cent is, krijg je ook maar 5 cent voor de stroom die je terugleeft. Dus dat kan minder zijn dan bij een vast contract waar je altijd een vast tarief hebt. Dus dat is iets, als je heel veel overcapaciteit hebt qua zonnepanelen, dan zou het minder interessant kunnen zijn. Ja, ik had al zonnepanelen, dus ik heb er geen rekening mee gehouden. Maar in mijn geval liggen ze op het oosten, waardoor ik 's morgens vrij vroeg al voordeel heb van de zon. En rond die tijd zijn de energieprijzen ook vaak hoog, dus dan lever ik terug voor een hoger tarief. Dus dat is in mijn geval wel gunstig. En hetzelfde geldt eigenlijk aan het eind van de dag. Ik heb ook aan de zuidkant die 's avonds nog zon pakken. En meestal rond etenstijd is het tarief ook wat hoger. Dus dan lever je ook weer terug voor een hoger tarief. Dus in mijn geval is dat gunstig qua ligging. Jon, dynamische energie en zonnepanelen, een goede combi dus? Ja, maar het hangt wel af van een aantal factoren. Dus de ligging van je zonnepanelen, ja. De salderingsregeling en je terugleefvergoeding. Ja. Wat daarin wel echt heel belangrijk is om te weten dat je dus geen vaste terugleefvergoeding hebt. Dat heb je wel bij een vaste contract of een variabel contract. Ja. Bij een dynamisch contract is je terugleefvergoeding, dat hangt gewoon echt samen met de beursprijzen van dat moment. Dus het kan de ene keer wat hoger zijn en het andere uur kan het gewoon wat lager zijn. Dynamisch? Dynamisch, ja, precies. Oké. Afhankelijk dus van een flink aantal factoren. Daarna, als we even kort door de bocht gaan. Yes, want gelden de volgende dingen voor jou, dan kan een dynamisch energiecontract voordelig voor je zijn. Je hebt je zonnepanelen ook richting het oosten of het westen staan. Dan leef je terug als de vraag hoog is. Daardoor zijn de marktprijzen hoog en heb je dus een hogere vergoeding. Heb je een thuisaccu, dan kun je de stroom die je opwekt opslaan en in de avond terugleveren tegen een hogere vergoeding. Je hebt een elektrische auto en laadpaal. Dan kun je op goedkope momenten je auto opladen en dan voorkom je dat je de stroom tegen een laag bedrag aan het net moet terugleveren. Daarna, dankjewel. Ja, dit was misschien een beetje beknopt, maar als klanten meer vragen hebben dan... Ja, even Apeldoorn bellen. Dan krijgen ze Oer of mij aan de lijn en we kunnen ze dan verder helpen.